ik mijn inspiratie vandaan? Ik zie beelden als een continue stroom tot mij komen. En ja, die beelden die hebben een bepaalde lading, een bepaalde magische kracht op mij. Ik kan niet altijd precies aangeven wat het is. Komt vaak later pas naar boven wat ze te betekenen hebben. Het is eigenlijk alsof die beelden mij proberen te laten schilderen. En eigenlijk het verhaal te vertellen. Maar daarvoor moet ik die beelden eerst leren begrijpen. Dat lukt niet altijd. Maar als ze heel bijzonder zijn, dan komt dat echt wel boven. Om het te begrijpen, ja, ik zie vaak wolkenluchten, ik zie vaak vreemde figuren, koeien met lampenkapkoppen. Waarom zie ik dat? Desolate landschappen bijvoorbeeld. Waar komt dat vandaan? Uiteindelijk begrijp ik dat en probeer ik dat in een verhaal duidelijk te maken. En dat verhaal, dat ga ik schilderen. Het zijn vaak niet eens mijn eigen gevoelens die ik daarin weergeef. Het zijn gevoelens die tot mij zijn gekomen, vanuit die beelden. En ja, waar ze vandaan komen, ik weet het niet. Maar ik vind die gevoelens daar vanzelf bij. En dan komt het verhaal uiteindelijk ook boven. De gevoelens zijn wel het belangrijkste. Het verhaal zelf, ja, dat is meer ondersteunend. Maar de gevoelens die vind ik belangrijk. Daarom vertel ik ook niet het volledige verhaal in het schilderij. Een deel blijft altijd een mysterie. Voor mij is het een geheim, wat ik weet, zoals ik het bedoeld heb. Maar het kan zelfs ook nog wel in de loop der tijd helemaal veranderen. En dan komt er een nieuwe betekenis bij hetzelfde schilderij. En het effect van het verhaal is eigenlijk dat ik mensen wil uitnodigen tot nieuwsgierigheid en wil laten zoeken naar nog meer. Er zitten ontbrekende onderdelen vaak in die men zelf kan invullen. Ik wil de mensen eigenlijk laten een soort van dagdromen bij het schilderij en het verhaal verder afmaken. En daarbij helpt het als ik de schilderijen of de onderwerpen weergeef vanuit een speciale lichtinval of een speciale hoek. Wat extra prikkelend is, maar wat wel heel goed past bij het gevoel dat ik vanuit het begin van het beeld dat ik kreeg, meekreeg. In de loop der tijd ben ik steeds meer naar lichamelijke vormen gaan schilderen. Ik heb een aantal modelstudies gedaan met de modellen Margot, Amber en Laurie. En die hebben mij heel erg geholpen in het weergeven van het verhaal, van de gevoelens die ik met hun dus wilde uitbeelden. In die studies hebben zij houdingen aangenomen op mijn aanwijzing die beelden ondersteunen. En ook is daarbij eigenlijk gebleken dat ik het steeds belangrijker vond om de handen heel goed te schilderen. Omdat de handen juist het gevoel het beste nog overbrachten. Nog beter vaak dan het gezicht. Handen zeggen ook gewoon heel veel over de persoon zelf. En ze maken ook het verhaal geloofwaardig. Want als handen niet gelukt zijn, dan is het schilderij gewoon helemaal niks. Het doet het meer afbreuk dan dat het iets toevoegt. Ik vind handen super belangrijk geworden. En ik heb ook diverse schilderijen gemaakt waar het gezicht volledig ontbreekt. En dat het alleen nog maar handen zijn die ik toon. Ja, handen helpen mij het verhaal beter te vertellen en de gevoelens beter tot uitdrukking te brengen. Victus Manus.